Je werkt hard, elke dag, om je cliënt bij te staan. Maar wat als die problemen heeft met alcohol, drugs, gamen, gokken of psychoactieve medicatie? Spreek je hem erop aan? Neem je het mee in de begeleiding? Verwijs je hem door? Met een eigen alcohol- en drugbeleid is die beslissing een stuk makkelijker. Want zo'n beleid bepaalt precies waar jouw rol begint en eindigt. Je vermijdt nodeloze discussies en je cliënt weet wat te verwachten. Hoe jouw beleid eruit ziet, hangt af van je organisatie en van jullie visie. Want die bepaalt de vier pijlers van je beleid. De afspraken en regels voor collega's en cliënten. De zorg en begeleiding die jullie wel of niet bieden. De acties die jullie doen ter preventie en sensibilisering. En de maatregelen die de omgeving van je cliënten helpen verbeteren. Geen idee waar te beginnen? Download de gratis wegwijzer op vad.be of laat je begeleiden door een preventiewerker in jouw buurt.